Het traject om zand- en asfaltwegen duurzaam te herstellen is begonnen. De komende jaren worden volgens minister Riyad Noor-Mohamed van Openbare Werken pakketten samengesteld van wegen die aanpak behoeven. Dit zal gebeuren binnen het landelijks asfalteringsprogramma. De bewindsman heeft zaterdag samen met de districtscommissaris van Paramaribo en enkele assembleeleden het startsein gegeven voor de rehabilitatie van wegen aan de Lellaroekweg. Het aannemingsbedrijf Baitali Group is al sinds enkele dagen onder toezicht van de wegenautoriteit bezig met herstelwerkzaamheden. De bewindsman zegt dat het rehabilitatieprogramma professioneel is voorbereid door de wegenautoriteit.